Hey, hallo mensen, ik ga vandaag weer even verder met mijn stadium. Ik heb net even een texture pack gedownload. En ja, ik ben even benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Later ga ik misschien nog andere. Vorige keer heb ik precies hetzelfde als vorige. Kijk, zit het nou goed? Holy fuck, hoe komt die vleermuis hier? Serieus. Nou, het is niet, vind ik het wel mooi uitzien. Deze. Je ziet hier wat beter het veld. Ja, ik vind de stoelen hier wat beter. Mooier. Maar de tafels nog wel. Wat minst afgerond, denk ik. Ja, de golfs vind ik ook wel mooi zo. Zijn dat tenminste wit. Nou, dit vind ik er ook wel mooi uitzien. Nou, dit zijn dus alle blokken een beetje die er zijn. Zo, mooie dingen. Ik moet even één ding weer uitzoeken. Een wild zoals als ik wil. Nou, dat is een beetje overdreven. Nou, zoals ik zei, ga ik verder met de tribune hier. Ik heb die even nodig. Ja. Ja, ik ga dus even. Go away, you. Please. Nou, zoals ik zei, ik ga tot. Deze hoek ongeveer ga ik even doen. Tot hier. En dan tot ongeveer die hoogte. Dus dat ga ik dan even doen. Ja, ik knit er inderdaad echt wel mooi uitzien. Nou, ja, misschien volgende video weer een andere texture pack. Gaan we even een beetje zitten vogelen wat er het mooiste uitziet. En nou, dat zien jullie vanzelf wel. Misschien blijf ik ook wel bij deze. Ja, dat is wel een beetje wennen dat ik af en toe ook zo'n hoeksteen automatisch krijg. Maar tot nu toe. Het is maar twee keer gebeurd gelukkig. En de afkant weer een zombie zou te zien. Of een creeper zou te zien. Nee, eerlijk. Nou, laat ik dan eerst gelijk zo maar even doen. Oh. En moet je echt goed raken af en toe. Zo. Eens kijken. Laat ik dat maar even zo doen. Zo. Kijk. Oké. Eens kijken. Ja, ik doe het maar gewoon zo. Ik vind het ook wel een mooi minuutje zo eigenlijk, met zoals je daaronder ziet. Dus ja, het is wel even wennen, je ziet nou wat minder goed waar je wat je hebt. Als je niet naar je hand kijkt dan. Maar oké, okay, het zal even in het begin even wennen zijn. En daar. Kom maar. Daar werk ik niet echt mee vandaag. Zo. Come on. Nou. Oké. Het werk zit echt niet mee vandaag. Dus nou. Als jullie misschien nog een goede idee hebben voor texture packs. Ik zou zeggen, stuur het op naar mij. In de description. Naar de comment. En misschien dat ik het de volgende keer ga gebruiken. Ik kan misschien binnenkort ook wel een livestream doen even. Ga ik misschien samen met iemand anders doen. Niet met Marco. Ja, misschien ook wel. Maar met ook een andere YouTuber. Hij is niet zo bekend ook. Ja, misschien wel bekender dan mij, denk ik waarschijnlijk. Hij heeft wat meer abonnees. Hij heeft me ook wel eens een keer hulp gevraagd om iets. Bijvoorbeeld voor zijn server. Voorgesteld om even een keer een livestream te gaan doen of gameplay. Maar dat zie ik vanzelf wel of dat gaat lukken. En nou begon het opeens te regenen. Tja, dat is nog wat nadeel van mijn ding. Ik heb nog geen dak. Zal voorlopig nog wel even duren waarschijnlijk. Dus ja, nou, komt hopelijk wel goed. Hopelijk kan me die wezen er ook niet meer in. Ik ga me echt voelen hoe ze erin zijn gekomen. Toen ik dit veld ging maken, toen waren ze er nog niet.
kunnen tekens omzetten. Dus ja, wordt het ook steeds meer trouwens. Maar oké. Okay. Maar eens een keer kijken. Zo. De laatste rij. Nou ja, samen maar daar geen bal uit. Even. Zo. Hoppakee. Ik denk dat ik die camera een beetje ga aanpassen nadat de camera wordt waaruit mensen de commentaar leveren, zoals van Eredivisie Live en zo, en waar ze die gesprekken houden en dat soort dingen. En dat hier meer in het midden dan die lounge rooms komen. Zo. Nou, oké, dat kijk ik dus nog wel even. Ik gooi dit in ieder geval even dicht. Ik kan me later dan wel even kijken. Gewoon zo. Tja, ik begin wel gelijk even ook met. Dus even kijken hoe ik het hier heb. Oh. Die moest juist niet. Het is gewoon wel raar uit, maar oké. Hup. Even kijken. Dan. Gewoon vanaf hier. Ik ga gewoon even een hele rij maken met dan verschillende lounge rooms, denk ik. Kijk, ik heb die hier drie. Komt hier zo'n mooie hoek. Ja, zo laat ik maar. Zo laat ga ik maar even doen dan. Zo. Oh. Ik zag gelijk ook even vanaf die kamer naar deze even een gangetje maken. Zo. Hoppakee. Eerst even allemaal dicht maken. Later komt het glas er al in. Jij weg. Hoppakee. Ik wil even gewoon zo. Daar zit even een gezellige skeletino. Altijd gezellig. Zo. Hoppakee. Hup. Oh, iets dichterbij. Zo. Oh. Oh. Toen net even mijn muis even raar. Ja, of niet meewerken. Ziet er wel mooi uit, die zonsondergang. Ik heb hem zo mooi gemaakt. Ik weet niet of het aan de texture pack ligt of niet. Ik geloof het niet. Anders hebben ze het mooi gedaan bij die texture pack. Zo. Nou, die onderkant doe ik de volgende keer dan wel even. Ik doe eerst even het gangetje maken. Eerst ja, gewoon even hierboven. Zo. Nou, mag ik hier lekker het dak gaan maken. Zo. Ik heb het dak altijd op 3 hoog. Of ja, eigenlijk de vierde wordt het dak. 4 hoog vind ik ja mooi. Met 2 hoog ja, vind ik altijd, op 3 hoog vind ik altijd zo ja klein, zo laag. Zo, dat is er een paard weg. Kijk, helaas heb ik hier geen world edit. Kan ik geloof ik wel doen op offline nou ook. Dus moet ik even gaan uitvogelen hoe ik dat inderdaad ga doen. Kan wel eens van pas komen. Ik heb dat op mijn vorige server had ik ook World Edit. Was ik erg blij mee. Kon ik dingen toch wel sneller maken. Ja, vooral met dit dak vullen en zo. Zou het wel handig bij geweest zijn. Zo. Yep. Maar. Zo lukt het ook. Het zou wat langer.
Zo. Pakken. En de kast maak gewoon zelf af. Oh. Zo. Nee. Kijk, die ga ik nog even niet vullen. Deze ga ik wel even vullen. Zo. Mag ik straks ook nog een leuke naam gaan verzinnen? Hé, hey, daar ben ik een blokje vergeten. Voor mijn stadion. Als jullie een leuke naam hebben, zet een in de comment. Maar ja, misschien kies ik hem die wel. Kijken. Waar ga ik de scheidingslijn in zetten? Zoiets, denk ik. Voor een klein landjevoekje zo te zien. Ja. Dat is dan maar even zo. Misschien dat ik later dat nog een beetje ga aanpassen. Of dat ik hier gewoon voor de pers en zo maak. Ik heb ze alleen wat scheef kijken op de wedstrijd. Nou, echt fucking dan maar. Even kijken. Nee, zo. Zo. Hoppakee. Oh. Tom Lix er opeens. Ja, gezellig. Oh. Dit ziet er wel veel groter uit. Maar, oké. daar eind. Nou, daar. Zo. Hoppakee. Dat is ook weer gedaan. Hoppakee. Daar wou ik de blok. Hebben ze best wel mooi gedaan met die bliksem, vond ik. Die zit gewoon helemaal doorheen. Dus kijk. Nou, maak hier eerst even een gangetje bij. Ik net echt vind ik die bliksem mooi gedaan is. Kijk, ik maak nou maar even twee breed. Laatst wordt het misschien breder. Maar dat zie ik dan nog wel even. Ik weet ook nog niet hoe ver ik ga met de tribunes hierboven. Het ziet er wel gezellig uit, vind ik zo. Als het donker is. Buiten en dan binnen is het lekker licht. Lekker van de tafels. Dus ja. Was het dan een bliksemisslag? Ik had dat ze maar niet mijn gebouw gehakt. Het is nog een lullig wezen. Soms flim als het nog in zit. Ja. Ik begin hem nou toch wel een beetje vervelend te vinden. Eens even kijken. Zo. Go hier, joh. Hey, stay. Come on. Tippity. Peace. Ja. Die is ook lekker snel dat. Oké. Gezellig met de creeper daar. Nou, je maakt gangetje ook al vast, ook al heb ik hier nog geen tribune hierboven. Maar dat komt later ook wel dus. Nou. Kijk. Iets te ver waarschijnlijk. Dat was een bliksemisslag. Eerste keer dat ik dat echt eigenlijk zag. Ja. Dat is wel mooi gedaan. Ik vind alles best, zolang ze maar van mijn gebouw blijven. Als het goed is. Ja, maar ik mag ze raken wat me betreft. Nou, ik zie toch zo'n 5 spullen niet dood kan gaan. Oké, er waren een paar flitsen. Kijk, dan ga ik wel een raam inzetten. Raam. Strappe decoraties. Binnenwip. Glazen, want kijk, dan heb ik lampen, die heb ik zelf nog. Zo. Hoppakee. En dan gaan we hier even ramen plaatsen. Zo. Hop. Tududududu.
Laat ik hier ook klak maar doen. Ja, laat ik dan maar gewoon helemaal doen, hè. Ik ben hier een blokje vergeten, zie ik. Nee. Maar uit je gaat over het hele veld. Laat ik dan gelijk maar even een paar bankjes neerzetten. Hè. Oh, laat ik dan maar wel even goed staan. Oké, hier zo. Ja. We moeten gewoon een bankje voor de pers. Zo. Nou. Ja, dan ben ik wel weer aardig. Laat ik hem hier dan ook maar twee tafeltjes geven. Hè. Kijk, dan heb ik even een drukplaat nodig. Hup. Ik heb mijn zwart alweer even aan de kant. Zo. En dan heb ik een heel mooi tafeltje. En normaal. Dan heb ik hier ook alweer een vleermuis. Gezellig. Nou. Dan mag ik weer even een heel raam maken. Hoppakee. En daar is de zonsopgang. Ziet er ook mooi uit, net zoals de zonsondergang. Tja. Maar ik heb dus eigenlijk, ja, voor geloof ik niet echt zo heel gek duur om gemaakt dat ze het maakten. Maar heeft aardig wat geld opgebracht. Ik vind, ja, jongen, uitspoort het eigenlijk ook. Het is heel groot te zien. Vergelijken met de maan dan, eigenlijk. Kijk, misschien ook met die onderin. Zo. Ja. En daar zijn de wisselspelers. Tja, ik heb zelfs al fans. Dus kom kijken. Nou, dat was het dan weer even voor vandaag. Ik heb bijna. Nou, maar even. Nou, kan je alleen dit even afmaken. Dan ben ik. Ja, dan ben ik klaar voor mijn deel voor vandaag. En ja, dan volg je nou weer in de volgende video. Waarschijnlijk. En dan ga ik, denk ik. Of beginnen met de kleedkamers. Of ik ga hier gewoon beginnen met de bar en zo. Of ik ga dus bij de kleedkamers en ga dus hier beneden verder. Ik heb dit trouwens even aangepast. Je ziet meestal. Ik kom door de muur, door de ploffen mee. Meestal zie je hier ook wel dat de spelers nou gewoon naast elkaar lopen en dat ze dan. Ja, hier heb je meestal wel eens een paal. En dat zie je dan. Zo, het veld opkomen. Tadaa. Dus, nou. Nou, ik vind het alweer een. Ja, ik zie het er alweer mooi uitzien. Ja. Ik ben er wel tevreden over of mijn huis staat. Toch even iets aanpassen nog. Zodat het hopelijk net iets mooier uitziet. Waarom slap ik die? Diggy. Nee, niet daar. Ik vond het een beetje raar uitzien eigenlijk, eerlijk gezegd. Oh, ik had de goede. Even kijken. Het ziet er nou wel weer wat mooier uit in ieder geval, vind ik. Oké, dat ziet er een beetje raar uit, je ziet zo'n hele lange staaf. Ja, dit was het dus weer voor vandaag. Later.